artsen in, die in dienst treden van de medische zending en het, in het binnenland gaan werken, zullen in het vervolg beter gewaardeerd worden. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zegt dat het erom gaat dat het binnenland voorzien wordt van artsen en dat zij gemotiveerd moeten blijven om het werk te doen. Hij geeft aan dat de medische zending nu op zoek is naar 7 resortartsen. Het ministerie bekijkt mogelijkheden om ondersteuning te bieden in het aantrekken van de nodige artsen. Dus we zijn bezig met het traject van roulatie, die we dan kunnen inzetten. Artsen die in dienst komen van de medische zending nu op dit moment zullen in aanmerking komen voor een mooie detachering en ontberingstoelage. Dat zullen we moeten invoeren om het interessant op te maken. Je kan niet verwachten dat iemand die hier bijvoorbeeld een bedrag X verdient bij de RGD of in een ziekenhuis, voor hetzelfde bedrag bereid zou zijn te gaan werken in het binnenland. Weet je, je moet je haven goed laten om daar te gaan werken. Vaak onder andere omstandigheden. Ik ben zelf geweest in het binnenland. Ik moet zeggen, de meeste dienstwoningen van de medische zending zien er goed uit. Dat moet ik ze wel meegeven. Maar uiteraard moet je dan sowieso de mensen een detacheringstoelage geven. Dat hoort erbij. En het moet toch wel boven het gemiddelde komen van wat een arts in Suriname verdient. Minister Ramadin geeft aan dat er ook gewerkt wordt aan de opstart van het Atjoni ziekenhuis. Zoals bij het Marwina ziekenhuis was er een kleine groep die de zaak draaiende hield. Echter zijn door moeilijkheden aan het begin van de COVID-pandemie zaken teruggelopen. Marwina werd in dat tijd gebruikt als quarantaineplek overheid, nadat er heel veel vernield is door met name de illegalen die eigenlijk werden opgepakt en daar geplaatst. Ze hebben we daarvan afgezien, omdat anders die schade heel groot zou zijn. Er is heel veel vernietigd door de illegale vreemdelingen. Atjoni ziekenhuis, daar is er ook een inbraak geweest. Maar bij Atjoni ziekenhuis is er een project van de overheid. Het is een kapitaalproject waarbij we de heropstart of de opstart van Atjoni ziekenhuis willen gaan faciliteren in fase. Er draait nu alle apotheek daar. We willen dus met een kleine mini-spoedpost beginnen. En een paar dienstverleners, dus een paar dienstverlening, specialisatie dan. En daar zijn we mee bezig. Dit moet een aanvoerplek worden vanuit het boven Suriname gebied. Dus grootste bottleneck is HR. Minister Amara Madin, wij spraken hem vandaag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers.